Er is jaren over gedebatteerd, onderhandeld, geruzied. Maar uiteindelijk is de kogel door de kerk. Studenten krijgen vanaf volgend jaar geen gratis geld meer van de overheid. Na bijna 30 jaar wordt de zogenaamde basisbeurt ingeruild voor een leenstelsel. Theodor van der Velde, directeur van het Saxion Kenniscentrum. Goeie zaak. Absoluut. Want? Want dat betekent dat er nog meer jonge mensen tijdens hun studie met een eigen bedrijf gaan beginnen. Maar ook nog meer mensen die zeg maar na 4 jaar of 5 jaar studeren met een enorme schuld kunnen zitten. Ondernemers die bij ons starten tijdens de studie hebben geen schulden. Die hebben alleen maar inkomsten en genereren zoveel geld dat ze daarmee hun eigen studie kunnen betalen. Nou, maar niet iedere student is ondernemer, denk ik dan. Dat is helaas waar, ja. Ja. Dus wij zitten nu op zo'n 666 studenten. Van de 26.000? Van de 29.000, dat is 2,6%. Dat lijkt heel weinig. Dus op zichzelf heel veel studenten zijn al aan het ondernemen. En natuurlijk, ik maak me ook zorgen over dit soort maatregelen. Waarbij de gift niet meer bestaat, maar dat er een lening wordt verplicht. Maar ik denk dat het voor studenten die ondernemend zijn en ondernemer worden, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Nou, een van de studenten zit naast u, Maarten Dik. Volgens mij zat je nog maar amper op het Saxion, had je al je eigen bedrijfje. Ja, klopt. Een soort bedrijfje waarin je alle vacatures via Twitter wist te verzamelen. Ja, dat was het allereerste wat we naar de markt hebben gebracht, zeg maar. Waarom zat je überhaupt op een opleiding als je toch een bedrijf wilde beginnen? Ik vind dat zeg maar hogescholen, er zijn echt een kweekvijver als het om mij gaat. Of een speelruimte, moet ik beter zeggen, voor ondernemerschap. Als je daar zeg maar slim mee omgaat, dan is daar heel veel ruimte. En het is gewoon, je kunt iedereen gebruiken als het ware om een klein setje te komen naar waar je naar toe wil komen. Dus maar het is volgens mij wel iets bij de gratie van het internet, of niet, dat dit kan bestaan? Hoe bedoel je dat? Nou, dat je het internet is gekomen en met dat internet zijn er ook heel veel mogelijkheden gekomen om zonder startkapitaal gewoon een bedrijf te starten. Het is in ieder geval wel makkelijker om te netwerken inderdaad. Als je daar bedoelt, misschien dat wel inderdaad. Maar ik bedoel meer van binnen de hogeschool. Je hebt een hele veilige omgeving waar je kunt starten. En er zijn gewoon heel veel mensen die je heel graag willen helpen. Dus als je daar zelf zeg maar goed gebruik van maakt van die ruimte, dan kan dat leiden tot hele leuke dingen. En hoe groot is jouw, wat heb je nou voor bedrijf? Ik heb nu een full service online marketingbedrijf, Pulsar Online Marketing. En waarbij we enerzijds voor bedrijven werken, gewoon om hun online marketing doelstellingen te halen. En anderzijds brengen we onze eigen concepten in de wereld. En waaronder Pop in Tech zijn we in januari live meegegaan. Is een concept voor waarbij mensen veilig tweedehands kleding kunnen kopen en verkopen. Zullen we gelijk even naartoe gaan? Pop in Tech. Ja, Janneke, jij hebt je er even op gestort, hè? Ja. Internetbedrijfje, wat is het precies? Ik ben even lekker wezen shoppen vandaag. Ja, het is een soort van marktplaats, maar dan alleen voor kleding. Dus ik heb nou even damesjurken gekozen. Dan krijg je hier allemaal plaatjes van tweedehands kleding. Je kan gewoon je maat selecteren en misschien zelfs het merk als je dat belangrijk vindt. En dan kan je dat in je winkelwagentje gooien. Ja, klinkt heel leuk, maar jij zou ervan kunnen zeggen, er is al marktplaats, dus waarom dit? We hebben geprobeerd om het alternatief eigenlijk te zijn. Dus je ziet, een marktplaats heeft ten eerste heel veel internetoplichting. En dat is gewoon voor heel veel mensen vervelend en lastig. En we hebben het veilig gemaakt door onze Facebook-koppeling. Dus je ziet met wie je zaken doet. Je ziet wie diegene is, je ziet hoeveel vrienden die heeft, je ziet waar die vanaf, of wat zijn huidige woonplaats is. En daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt en ook veilig door onze iDeal-koppeling. Dus met iDeal kun je gelijk overgaan tot de aanschaf van je product, net zoals in een webshop. En gewoon een veilige betaling. Nou ja, voor de verkoper, op dat moment wordt het geld gereserveerd bij ons op een rekening. En zodra er een veilige overdracht is geweest tussen kopen en verkopen, wordt het geld automatisch overgemaakt. Er zit een tussenrekening tussen. Ja, klopt. Ja, ja. Dat is voor jullie natuurlijk ook wel gunstig. Ja, daar zit een gedeelte van het verdienmodel. We pakken een heel klein stukje daarvan mee. Bij elke verkoop pakken we 5%. De veiligheid is volgens ons ook iets waar mensen geld voor over hebben. En dat zie je ook op dit moment. Dus, En als je zit nou Theodor te glimmen, je denkt, oh wat prachtig, wat mooi. Ik ga heel even terug naar mijn eigen tijd op de HBO. Dat was een tijd van studeren, hè, van hard leren. En uiteindelijk haalde je je diploma. Stappen. Dan kon je pas aan het werk. Zo hoorde het. Ja. Als ik dit zo hoor, dan heeft deze jongeman had helemaal geen tijd om te studeren. Die was alleen met zijn eigen bedrijf bezig. Ja, wat leuk is dat steeds meer docenten snappen dat er ondernemers in hun klas zitten. En gebruik maken van die studenten om het over het onderwerp te hebben waar ze het over moeten hebben. Recht, economie of gewoon productontwikkeling of productontwerp. En dan wordt gevraagd aan de student, hoe heb jij dat dan gedaan als jij een BV hebt opgericht?
En dan gaat zo'n student gaat dat vertellen. En als een student dat vertelt, is het wat anders dan een docent vertelt. Je ziet ook dat de medestudenten dan gaan kijken van... Oké, dat wist ik helemaal niet. Ben jij een ondernemer? Een van de leukste manieren om ondernemer te worden. In dit verhaal is dus de docent volslagen overbodig geworden. Nee, dat is echt een aanvulling. Hè. Dus wat Maarten ook zegt, hij heeft heel veel kennis opgehaald, gratis, bij allerlei collega's van ons. Ik denk dat het vooral om gaat, zeg maar, dat docenten moeten steeds meer de rol gaan vertolken, zeg maar, van een soort van coach. En weet je wel, het is belangrijk dat een student gewoon bezig gaat, op zoek gaat naar zijn passies. Wat vindt hij belangrijk? Wat vindt hij leuk? Waar heeft hij empathie mee? En, dat zou toch niet alleen bij ondernemen moeten? Dat zou toch op elk vlak... In het algemeen, ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat, zeg maar, nog een hele grote stap is die misschien dan de hogeschool nog moet nemen. En daardoor zou je gewoon meer ondernemende studenten krijgen. Of dat nou misschien is... niet eens alleen de hogeschool. Misschien zou dat op middelbare school moeten starten. Ja, eigenlijk wel. Absoluut. Misschien basisschool wel. Ja. Dat wordt ook gedaan, hè? Er worden hele speciale programma's voor de middelbare en lagere scholen gemaakt. Maar sinds wanneer is dit gaande, dat studenten zo ondernemend worden? Want dat is wat ik net een beetje bedoelde met bij de gratie van het internet. En dat is niet zozeer voor het netwerken, als wel dat je gewoon via internet natuurlijk, zoals wat jij nu gestart bent met die kleding, via internet kun je vrij makkelijk een bedrijfje starten. We zijn al gestart voordat internet echt actueel werd. 10 jaar geleden zei de minister, naar aanleiding van onderzoek, internationaal onderzoek, er wordt ontzettend weinig gestart vanuit, gespin-offed, vanuit hogescholen en universiteiten. En heeft toen een stimuleringsprogramma gestart, 10 jaar geleden, van kunnen we niet programma's maken die jonge mensen verleiden tot die stap tijdens de studie. Nou, wij zijn erop ingestapt. En langzaam maar zeker zag je ook internet komen. Zagen wij ook steeds meer internetbedrijven. Maar toen in het begin was het nauwelijks aan de orde. Het was echt productontwikkeling. En... Je hebt het over spin-off, dat is heel mooi. Want binnen Saxion bestaat er een top 50 van ondernemers die zeer geslaagd zijn dankzij Saxion. Janneke, ook daar even ingedoken. Ja, wat zijn zeker. De toppers? Wat zijn de nummers 1, 2, 3? De toppers, dat is de allerbeste spin-off geweest. Dat is EW Facility Services. Schoonmaakbedrijf. Goed voor zo'n 34 miljoen euro omzet vorig jaar. Voortman Steel Group voor 65 miljoen euro. Je zou bijna denken, wat heb ik verkeerd gedaan? En People & Print Group, 26 miljoen euro omzet. Ik heb begrepen dat het bedrijf ook net verkocht is. Ja, Marco Aning was er volgens mij de student en die heeft het voor een slordige 24 miljoen van de hand gedaan. En die kan nu op zijn 26e op zijn lauweren rusten. Ja, en zit in de jury bij ons, dus hij heeft hem beoordeeld. Ja, want nu praten we over ook weer een spin-off van dit grote geheel. Dus jullie hebben elk jaar een soort ondernemersprijs waar dan studenten kunnen meedoen. Nou, je hebt er nog aan meegedaan, hebt de stimuleringsprijzen gewonnen. Hoe belangrijk is zoiets om zo'n wedstrijd nog weer te organiseren? Voorbeeldfunctie. Dus wedstrijden maken is altijd leuk. Elke wedstrijd is leuk om mee te doen. Een beetje competitie en ondernemers onderling die houden ervan om met elkaar een beetje te teasen en te strijden. Daar schrijven zich 75 tot 80 jonge mensen schrijven zich in. En dan wordt er gefilterd en geselecteerd. En uiteindelijk blijven er 5 op het podium staan. Ja, uiteindelijk heeft het Afsprakenhuis heeft er gewonnen. Ja. Dat is weer een andere initiatief. Ik ben toch wel even benieuwd, want tot nu toe is het de grote goed nieuwsshow. Hè, van kijk eens hoeveel bedrijven er staat en kijk eens hoe goed we zijn. Maar heb je dan ook cijfers van hoeveel van die bedrijven uiteindelijk slagen? Dus van die 600 die er nu bezig zijn, van hoeveel... Wij zitten op een score van 75% blijft bestaan na diploma. Dus wij volgen ze allemaal. We hebben een grote database. En een aantal besluit dan toch uiteindelijk om werknemer te worden. Wat wij ook perfect vinden als een hele ondernemende werknemers. Maar het merendeel blijft gewoon lekker doorgaan. En dat is super. En wat voor bedrijven komen het meeste voor? Toch wel internetbedrijven? Nee, of ook ontwerpers. We hebben heel veel ontwerpers, designers. We zitten aan de ICT-kant, webbouwers. Mensen die ook software ontwikkelen. Is er nog een volstrekt verrassend bedrijf bij? Ik denk dat ze allemaal... ze zijn allemaal popping tanks. Het is buitengewoon verrassing. Ik zoek eigenlijk een beetje out of box. Oké. Nou, een van de bedrijven die er ook uit voortkomt is Prescan, hè? Van Eddie van Heel. Eddie van Heel, ook van Saxion. Ja, ik vond zelfs persoonlijk tijdens de EW-award had een zo'n jonge dame uit Mangerie ontwikkeld. Dus mannenlingerie, vond ik grappig. Mangerie, Ook bijzonder. En daar hebben we een heel goed gesprek mee gevoerd met die dame. Ja, volgens mij wel.